De grote circustent die ging eerder al onder de hamer, maar nu kan ook op de rest van de inboedel van Circus Herman Rens geboden worden. Meer dan 20 vrachtwagens, 2 tenten en de kassa's worden geveild. Alle spullen gingen in eerste instantie naar een opkoper, maar die wil nu ook van de spullen af. Om ervoor te zorgen dat de spullen in het circuswereldje blijven, is er een speciaal publiek uitgenodigd. Ja, voor je koop wil je natuurlijk zien wat je kan krijgen. We gaan naar Uden, naar een weiland waar al die spullen staan. En daar is ook verslaggever Saskia van Heijster. Ja, Saskia, is er een beetje interesse? Ja, zeker. Er loopt hier al de hele ochtend lopen hier allerlei mensen rond. Mensen die serieus geïnteresseerd zijn in de spullen van het circus. Maar natuurlijk ook een heleboel mensen die gewoon eigenlijk een beetje afscheid komen nemen van dat circus. En die komen bijvoorbeeld hier achter mij, is zo'n snoepkraam nog. Die komen nog een laatste suiker of een laatste zuurstok halen of zoiets. Of een ander souvenir. Maar waar mensen natuurlijk toch ook allemaal heel erg nieuwsgierig naar zijn. Ja, dat is natuurlijk naar die grote tent, naar... de tent waar het eigenlijk allemaal gebeurde. En dan zie je hier achter mij, zie je natuurlijk het gordijn waardoor de directeur altijd langskwam om het hooggeëerd publiek welkom te heten. En heel veel van die mensen die hier nog een keer komen kijken, die nemen natuurlijk de gelegenheid te baat om nog één keer door dat gordijn te komen en zelf het publiek welkom te heten. Ben je met papa mee? Wat hoop je nou dat hij mee gaat nemen straks? De piepelwagen. Ja? Want wat zou je daarmee willen? Tuin inzetten. Ja, de dames willen een piepelwagen, maar we hebben hem nog niet gezien. We moeten nog even gaan kijken. We zijn net hier en we gaan het rondje maken. En we gaan eens kijken of die piepelwagen wel echt leuk is voor de kinderen. Komt u nou vandaag afscheid nemen of komt u iets kopen hier? Ik kom hem de heer afscheid nemen. En als hij aan mijn handen blijft plakken, neem ik het mee. Anders niet. Ik heb net al zuurstokken gekocht. Ja, een echte circusliefhebber was dat, Saskia. Dat moet die mensen toch ook pijn doen? Ja, natuurlijk. Dat is ook heel verdrietig. Ik moet eerlijk zeggen, als ik hier zelf rondloop, denk ik ook van... potverdikkie, moet toch eens een keer weer naar het circus gaan met de kinderen. En waar natuurlijk de spullen vooral naartoe moeten... is tenminste, als de eigenaar die het nu allemaal opgekocht heeft... als het aan hem ligt, gaan zoveel mogelijk van die spullen... toch weer gewoon terug naar het circus. Dat is eigenlijk ons doel wel geweest, want we hebben ook samen met Rooswijk hebben we alle circussen in Europa aangeschreven. Om toch wel te kunnen kijken dat de spullen toch op de juiste plek kunnen krijgen. Ja, want het moet eigenlijk, begrijp ik van u, toch liefst terug naar die circusbusiness vloeien. Ja, als het half kan, dan zou dat wel leuk zijn. Ja. Nou goed, dan kunnen we dus nu in Uden kijken naar al die spullen, Saskia. Wanneer kunnen we bieden en begint de veiling? Eigenlijk is die al begonnen. Vandaag en morgen kunnen mensen komen kijken. Kunnen mensen ook starten met bieden via internet. En dinsdag 10 mei, dan sluit de veiling. En dan gaat het allemaal naar het hoogste bod. Dankjewel, Saskia vanuit een circustent dus.